Jeroen Burnie, initiatiefnemer, referendumaanvraag Roomburger Park, heeft woensdagmiddag officieel een inleidend referendumverzoek gedaan met de griffier van de gemeente Leiden. 750 handtekeningen werden overhandigd in het stadskantoor. En waar ik vooral heel blij mee ben, is dat er zo ontzettend veel clubs, politieke partijen, milieuclubs, buurtverenigingen, burgers heel actief zijn geweest. En met uiteindelijk natuurlijk de 2017 mensen die ondertekend hebben. Daar ben ik het meest blij mee. Buurtbewoners zijn het niet eens met de plannen om een vierde hockeyveld in het Roomburger Park toe te staan en het park te transformeren tot een wijksportpark. Ik ben het referendum gestart omdat wij ons in de buurt ontzettend zorgen maken over een ontwikkeling die al een paar jaar aan de gang is, namelijk in het Roomburger Park het plan om 6000 meter kunstgas hockeyveld, plastic dus, plus hekken, plus bouwwerken, plus lichtmasten, plus paden. In de kern van het park, een parkje van een paar hectare, te laten komen. En 10 november is dat inderdaad een van de mogelijkheden om dat te stoppen. Voordat er daadwerkelijk een referendum komt, moet er nog veel werk verzet worden. Ja, de gemeenteraad heeft zojuist de handtekening in ontvangst genomen van de initiatiefnemer. En de gemeenteraad is nu formeel aan zet. Dus dat betekent dat de gemeenteraad nu het college gaat vragen om de handtekening te controleren. Het zijn dezelfde mensen die normaal ook de verkiezingen organiseren. En de referendumkamer wordt gevraagd om te adviseren over deze fase. Werk aan de winkel voor de buurtbewoners dus.